In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is maandag de 9e kinderhartchirurgische missie gestart. Een team van het Centrum voor Aangeboren Hartaandoeningen Amsterdam-Leiden, CAHAL, bestaande uit 13 mensen, reist speciaal naar Suriname af om deze missie in samenwerking met Surinaamse collega's uit te voeren. Begin dit jaar zijn 150 kinderen gescreend, onder andere door het maken van echo's. Uit die groep kinderen is er een selectie gemaakt die tijdens de komende hartchirurgische missie geholpen moet worden, aangevuld met kinderen van eerdere missies. Voor deze kinderhartchirurgische missie staan er in totaal 21 kinderen gepland. De missie duurt tot en met 4 november.